Deze donderpreek die, die gaat over de domheid van de mens, de wanstaltelijkheid van haar domheid en andere dingen die om te kotsen zijn. Het moet toch een keer gebeuren. Waarmee ik bedoel, Protestantisme zoals het bedoeld is. Door God. Ik laat even een pauze vallen. Kijk. Het Protestantisme. Heb ik meegemaakt in de nadagen. bij een begrafenis. En alle. die er waren. een mannetje of. 20, 30, familie. Ja. En de man zou. de man zijn lijk zou afgedaald worden met oude ouderwetse touwen, je kent het wel, en dan in de aarde en dan toegedekt. En ja, dat die begraafplaats langs de A12 lag. E echt en, en langs, hè? Ik ben er daarna nog langs gereden en dan scheur je er langs met je auto. En dan uh, heb je dus, uh, hoe gaat dat, je hebt dus een vangrail... Hè? En dan heb je ergens nog een afwatersloot en daar ligt de kerk op. Aan de snelweg. O, daar laat je geen koeien gazen. Nee, daar laat je lijken rotten. En die preek van die vent was onvergetelijk. Zo terecht. Zo keihard de waarheid. Van... Uh, okidoki. Ik ben vandaag gevraagd om hier op een kansel te gaan staan. En iets tegen jullie te gaan zeggen. Want jullie zijn hier voor het begraven van... Uh, nou ja, Piet Jan Hendricks uh, van de buitenvorden. En ik kende die man... Ik heb hem een aantal keren gezien. En dat was de opa van de moeder van mijn kind. Ze noemde die man Oude Opa. Maar eigenlijk, een rare eigenlijk een rare naam, maar, maar dat maakt niet uit. Het is een man met een geschiedenis en ik mocht hem ik heb hem maar vijf keer gezien, drie keer, nou iets meer, ja, altijd iets met de kerk. Hij was heel erg met de kerk. Ja, zo'n mooi sober huis. Nou, ja. voor de rest, het was Woerden. Je kent het wel, ja, niet in Woerden, maar bij oude brug en nee. Nieuwe brug en oude water. Dat is best grappig. Ja, de Bijbelbelt. Jeetje, wat een goede preek. En het is ook zo. Mensen gaan naar een begrafenis om een excuus te hebben, om verdrietig te zijn en dat te uiten. Vraagteken. Is dat soms zo? Uh, moeten mensen getroost worden? Er is iemand dood en moet ik hier iemand troosten? Waarmee? Omdat jij je gelukkig prijst, want hij is dood en jij niet? Hoezo ben jij niet dood? Tja, die was goed, jongen. Wie komt hier? Wie begraven? De doden, de doden? Oh, dat is uh, goed nieuws. Nee, daar gaan we allemaal fijn naar huis. Hé? Ja, zo, zo ging je tekeer, jongen. En hij had helemaal gelijk. Van A tot en met Z. En men vrat het... Er is niemand toen geweest die uh, opstond en zei van, dit pik ik niet. Nee, iedereen hoorde dat gedwee aan. En terecht. Ik kreeg tot twee keer toe een pepermuntje aangeboden van een, uh, ja, zo'n nicht van de moeder van mijn kind. Een heel proper meisje, Zo'n familie die geen gebrek heeft aan textiel. Je hebt, je hebt van die families, hè? die zijn heel zuinig als het gaat om textiel. Wat die meisjes aan moeten trekken. Nou, daar had die familie van haar geen last van hoor. Meisje, jij moet kleren aan. Nou, hier is textiel. Hoe lang ben je? Nou, 1,80. Nou, we denken. Is dat ruim in het textiel? Kijk, dat is zo'n vrouw. Die hoeft helemaal geen burka aan. Dat is gelijk al duidelijk. Ah, een zedige vrouw. En dan zo zonder make-up. Ja, en dan zo'n Hollandse trien. Uh, lang in de benen. Uh, van die vrolijke oogjes. Ik, 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 um, ja, ik ben iemand geweest en ik wil niemand aanmoedigen tot mijn levensstijl. Maar ik wilde de, ja, ik wilde gevaarlijke dingen doen. Ik wilde mijn leven op het spel zetten. Ik wil alles ervoor geven. En ik, ik... Mm. Ja, die hele keurige meisjes, dat, dat was niet echt mijn ding. Ik moest dus weten wat ik allemaal gedaan heb. Hey, en, en de lol is, ik heb het gedaan en ik doe het en ik denk, oh, is het zo? Uh, heel veel mensen, die, die gaan die dingen doen en die gaan er helemaal aan ten onder. Serieus? Ik heb, ze ge, ik, heb gestotteren. ik heb ze zien gaan in mijn uh, korte bestaan. En ik besef nu heel goed dat ik zo'n heel vrolijk huwelijk heb gehad. Stomweg, omdat ik niet heb gekozen voor zo'n dame. Van een familie die geen gebrek heeft aan textiel. En geen make-up. Want daar moet je konijntjes voor martelen. Zo'n familie die diervriendelijk is. In die zin. Van nee, wij dragen geen make-up. Want daar gaan ze konijntjes voor martelen. En wij zijn diervriendelijk. Dus in ons gezin hebben wij geen make-up. En trouwens, als je make-up wil, dan maak je het zelf maar. Mankeert er wat aan je handen? Je wil verf op je gezicht smeren? Nou, maak dan verf. En leer het maar. Hoe je van eieren schillen en uien schillen. Daar kan je de prachtigste tinten van maken. Het schijnt ook nog zo te zijn dat als je inktvis koopt. Dat, je de, dat heet indigo. Dat is een hele leuke kleurstof. Kijk, doe je man een plezier. En uh, koop allemaal lekkere inktvissen. Vers gevangen in de Noordzee. En heb je mooie blauwe kleurstof. Voor zijn spijkerbroeken. Wij zijn, wij zijn echt helemaal ons eigen bestaan vergeten. En ik Ik heb in mijn leven tot mijn verbazing geconstateerd dat ik een van de weinige mensen ben die met plezier naar een begrafenis gaat. Punt 1. Die persoon is van het lijden verlost. Want naar begrafenissen van mensen waar ik een hekel aan heb, dat doe ik niet aan. Die nodig me trouwens ook uh, meestal niet uit. Of mensen die ik niet ken, die nodigen hem ook niet uit. En de mensen die ik ken, dat zijn, vind ik, in de regel uh, ophartige mensen. En die gaan op een dag dood, en dan zijn ze uh, van hun zorg verlost. En dan is het leuk om bij elkaar te komen. Om dan elkaar te bevestigen dat je nog leeft. Dat het leed van de overledenen, dat is dan heel erg, maar gelukkig, wij leven nog. We zijn van die hulp van die man of vrouw, van die hulp zijn we af. Maar dat kunnen we wel lijden. Want aan de onderkant hebben we erbij geneukt. En neuken is een keurig Nederlands woord. Het is een daad die noodzakelijk is voordat er weer kinderen komen. Oh, maar uh, met seks en zo. Hè? Dat kan je ook uh, voor de creativiteit doen hoor. Dat is ook echt heel erg lekker creatief. Ja, en slacht, uh, geslachtziektegevoelig heb ik laatst gehoord op de tv. Of dat is het op de radio. Of stond het in de krant? Hey, Dat is ook de domheid van uh, de, de samenleving nu. Ik geef het... Uh, nee, ik, ik wil niet de beschuldigende vinger naar per se, per se mijn dochter wijzen. Alsof zij de stomste is. Maar ze is niet slim. Dus als ik lief, uh, heel goed bedoelend... Uh, Dit is een donderpreker. Kijk, ik luister veel naar Nicholas Arthur. En dat zouden jullie ook moeten doen. Niklaus Arthur. Ar Arthur. Niklaus, met een K. Niklaus Arthur. Hij zit op FirstAmendmentRadio.net. En dan zoek je maar op. Dat is een donderpreker. Ik. ik bedoel je daadwerkelijk de goede kant op te sturen. En geloof me nou maar... ik ben de enige... in het Nederlands. Dus... tja, ik ben dus iets als Radio Oranje... Radio in oorlogstijd, hartstikke verboden. Straks word ik van het internet afgeschopt. En dat kan helemaal niet, by the way. Maar daar ga ik het een andere keer wel over hebben. Dit ging over de donderpreek. Ik moet wel bij de les blijven. Om duidelijk te maken dat de mens haar bewezen pogen schamel is. Want wanneer ging het nou goed met ons? Waarom hebben wij recht van bestaan? Ik laat even een pauze vallen. Maar wie is hier nog in leven? Of wie is hier van mening dat alles wat beweegt ook leven is? En mag ik je dan even uit een bittere droom verlossen? Want niet alles wat beweegt, leeft. Kijk, het mooie van het uh, Protestantisme, of wat het had kunnen zijn, uh, je kan het, het Protestantisme niet verwijten dat het mislukt is. Het is de mens die niet wil begrijpen dat de boodschap van het Protestantisme klopte. Namelijk: uh, Jezus Christus dwars als een kruis door de strot geruimd. Dat wat Christus zei: nemen. Tot op de letter. Het, het geouwe hoer voorbij. Ja, oh, maar ik ben tegen Trump. Oh, 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 oh. Hoe kan je nou tegen Trump zijn? Hoe debiel kan je zijn? De media. dat is theater. Dat wordt speciaal voor jou opgevoerd. En nee, dit is geen samensweringstheorie. Dit is Theorie. De Theorie der heerschappij. Ja, wake up. En smel de koffie. In het oude Griekenland. Dat was de, de bakermat van de democratie. Want 1% had stemrecht. Dus dan weet je ook gelijk wat Demoskratosianus is of zo. Op zijn Grieks. Ja, ik heb geen gymnasium gehad. hoor. Want ik had helemaal geen zin om Latijn en Grieks te leren. Dat heb ik nog steeds eigenlijk niet. Nederlands is toch beter. Maar anyway. In het oude Griekenland, waar 1% stemrecht had. Ja, maar die andere 99% uh, dan, die uh, procenten, die uh, wilden geen stemrecht. Uh, nou, het was niet per se een kwestie van dat ze dat stemrecht niet wilden, uh, het was dat ze dat recht niet hadden, want ze waren slaaf. Ja. En nu kan ik net zo goed de uitzending stoppen. En jullie dan voor eeuwig, denk ik, inmiddels. Want jullie doet er al meer dan 2000 jaar over om te begrijpen hoe dit werkt. En dat ik nu alles al verklapt heb. En ik denk van jeetje. Oh, dus uh, toen zat het al uh, grof fout. Ja, ja. En het is nog steeds niet opgelost. Oh, uh, ja. Nou. Uh, nou, ik zal even tegen mijn vrouw zeggen. Uh, nou, er is echt een heel ernstig probleem met uh, slavernij. En het is uh, nog nooit niet opgelost tot nu toe, de afgelopen 2000 jaar. Dat zegt Perry dus. Hè? Want die heeft het over Griekenland. Ja, ik weet niet eens waar het ligt hoor. Maar uh, dat schijnt in het zuiden van Europa te zijn. Er was iets met de bankencrisis. Nou, dat maakt ook niet uit. Maar daar is het begonnen. Hè? En uh, nou, uh, uh, hoi, ik ga even slapen. En morgen lekker naar het voetbalveld... Want daar is nog meer theater. Hé? Met 22 idioten tegen een bal aan lopen trappen. Nee, daar wil je blij van. Ja, maar je moet die kinderen toch wat te doen geven. Nee, hé. Dombo! Kinderen die verzinnen zelf altijd wat. Tenminste, dat is de bedoeling. En wij ouders, ik heb het gezien hoor. Hoe de gemiddelde ernemer met de kinderen omgaat. De godgansen tijd de les lopen lezen. En jij moet dit en jij moet dat. En bap, 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 dit dit dittapa. Je hebt zo'n boek, dat heet Siske de Rat als een Hollandse schrijver die fenomenaal veel geld heeft verdiend in Amerika. By the way. Maar die Sisk de Rat, die die ja, gij zult niet doden. Hè? Natuurlijk niet. Maar iedereen begrijpt dat Siske de Rat op dat moment eventjes... Ja, uh, yeah, toch? Of wat? O, of misschien ken je het niet. Maar uh, Siske de Rat, zijn moeder, dat was een tearing wife. En die had die vader de deur uitgetrapt. En Siske de Rat was een goedbedoelende jongen. En die had een plaatjesboek geleend... Van een vriendje van hem. Met een, en een vriendje zat in een rolstoel. Zoiets. Het was echt een groot drama. En hij had het plaatjesboek. En zijn moeder, die kreeg inderdaad weer zo'n idioterie qua je kop. Je kent het wel. Van die uit de hand gelopen vrouwen. die zo mooi beschreven zijn. in het begin van de 19e eeuw door Arthur Schopenhauer, de Westerse dame. De Europese dame. Ja, dat is een Europese dame als haar moeder. En die werd pissig en nijdig. En die zou even dat boek van zijn vriendje met die rolstoel. Uh, wat hij geleend had, uh, doormidden gaan scheuren. En dat deed ze ook. En toen heeft hij zijn moeder vermoord. Met een mes. Wat is er veranderd? Wat zie ik om mij heen? Hoe ouders met kinderen omgaan? Hoe respectloos? Of hoe lui? Ze laten die kinderen maar darren. Je moet je kinderen tuchtigen. Eisen stellen. Normen. Waarden. En zo niet, dan consequenties. En niet boos worden. En in, begin, in den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En alles kwam van dezelfde. Betekenend dat. Als het woord eerst is dat vervolgens alles vanzelf gaat, maar dat komt van het woord. Het gebod van Mozes, dat luidde, eert uw vader en uw moeder. Van, je moet niet dit doen, en je moet niet dat doen, en je moet niet zus doen, maar er zijn twee dingen die moet je wel doen. Dat is namelijk de Sabbat gedenken, en dat je je ouders moet eren. En dat gaan we doen. Tenminste, dat was de bedoeling. En hebben we dat gedaan? Ja, ammehula. Nou, wat is de verbetering? Het is een wonder en dus van God dat we nog in leven zijn. Laten we eerlijk zijn. Stel ik je beesten dat we lopen uithangen. En dan een beetje trots lopen beweren dat we afstammen van de aap. En waarom niet van de leeuw? Al die sukkels die genoeg nemen met apenafstamming. Stam af van de slang. Stel wat voor. Ik ga even mijn, uh, mijn vloer pakken. Dan gaan jullie me even heel erg beledigd zijn? Want dit is een donderprik. We moeten toch een keer uit, hoor. Hoe ik er werkelijk over denk. Want dood gaan we. Of beter gesteld, uh, we zijn uh, op sterven na dood. Als levendigheid. Want wat is leven? Nou, als je niet weet wat leven is, hoezo weet je dan wel wat dood is? Leven is dat je orde schept uit chaos. Jij dus. Dan ben jij in leven. Als jij orde schept uit chaos, ben jij in leven. En doe je het niet? Twee mogelijkheden. Je doet het helemaal niet. Je schept geen, goorde, geen, uh, goorde, geen orde uit chaos. Per saldo? Het maakt je niet zoveel uit? Of je loopt chaos te veroorzaken. Nou, en wat doet een oudere die zijn kind. Belachelijkheid oplegt. Ik laat even een pauze vallen. Maar wat doe je dan? Orde scheppen? Nee, homo sapiens. Je moet je kind tuchtigen. Je moet je kind afstraffen. Ik laat een pauze vallen. Dit, dit is misschien voor jullie... Ja, Perry, maar nu ga je echt ver, hoor. Met je... Ja, je moet je... Je ouders moet je eren. En de ouders, die moeten de kinderen tuchtigen. En afstraffen. En nou, ik vind dat helemaal niet kom. Ja, precies. Dat is jouw stupide denkniveau. Wat denk je dat je krijgt van kinderen die je uh, alleen maar pap geeft en binnen alles mag? Oh, heb je al een peester op je knie? Oh, dat moet je snel. Oh, oh, heb je al gedaan? Oh, oh, nee, dat kan niet. Piet, Piet, bel de politie. Tuurlijk niet. Als je kind lekker dom bezig is, dan, uh, ja, dan gebeuren er dingen waarvan jij weet, nou, dit had ik al voorspeld, heb ik verteld, en dat heb ik al verteld, en dat heb ik uitgelegd. Dus je kind doet iets stoms en het enige wat jij je afvraagt, wat ben ik vergeten om dat kind te leren? Want je kind vreet wat stoms uit. En waarom heb jij dat als ouder niet geleerd aan je kind? Of heb je het helemaal bij het verkeerde eind en doet je kind helemaal niks stoms? Het doet iets eigenzinnigs. Nou, en als jij dan als ouder denkt dat je kind iets stoms doet en jij gaat dan uh, die eigenzinnigheid van je kind lopen afstraffen, dan ben je net zo verstandig, net zo intellectueel als een boer die het fris uitgekomen zaad uh, loopt te me pissen met zijn urine. Want hij denkt: van, Nou, ik heb hier uh, me pissig van, veel te klein. En ik pis jullie kapot. Zo uh, verstandig ben je dan. Ecologisch, biologisch gezien. Want daar zit jullie gevoelige plek. Hè? Dat je met ecologisch en biologisch bent. En je hebt geen flauw idee wat het inhoudt. Nou, kijk, Peri, het is heel makkelijk in wetenschappen. Dat weet ik al lang, hè. Het gaat over consensus, hè. Er, er zijn dus een heleboel mensen, en dat zijn wetenschappers, hè. En het uh, schijnt heel veel geld te kosten, hoor. En dan, uh, dan heb je een studiegat, hè. Wel betaald, hoor. Maar ik krijg een goede baan, hoor. En dan krijg je heel veel geld, hè. En dan ben je wetenschapper, man. Ja, en waar het om gaat, hè, is dat waar die wetenschappers het onderling over eens zijn, hè. Uh, dus de consensus, hè. Uh, de, nou, dat is wetenschap. Ik, ik weet. dat mijn lichaam er mee op gaat houden. Het, het begin, mijn lichaam begint al aan te kondigen. Van, uh, nou, het is uh, heel erg leuk met jou. Het uh, is best wel geinig. En uh, we zijn niet te perceelden. Uh, met z'n allen. Dus uh, we zijn je lichaam. Uh, maar ik, ik voel wel dat het. Ja, het is niet meer wat het was, hè? Nee. Ja, lekkere oude Ik vind het helemaal niet erg, hoor. Het is eigenlijk wel leuk. Je hebt een mooie excuus. Ze zeggen van, uh, ja, dat, uh, dat doe ik niet meer, hoor. Ik ben 60. Dat is toch uh, heerlijk, man. Iedereen heeft een stok nodig om een hond te slaan, toch? Nou, op dezelfde manier. Ah, ik, heb, eh, ik ben 60, ik hoef het niet meer te doen. Zware dingen tillen en zo. Vroeger deed ik dat wel. Dat doe ik niet meer. Maar ik ga ermee ophouden. Bedoel, mijn lichaam stopt ermee. En ik hoop. Dat er een leven is na deze dood, dusdanig dat ik tegen de Heren Heren kan zeggen: De Big Boss, hè? Uh, um, uh, 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 stuur me nog maar een keer. Want dat zootje ongeregeld heeft er nog helemaal geen donder van begrepen. De mensheid heeft een leraar nodig die vertelt dat de werkelijkheid ontstaan is door één die een veelheid is. Maar die één die die veelheid is, die is niet de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is dat wat veroorzaakt wordt door de een die een veelheid is. En gaan wij bidden. Nou, wij volgen bij het bidden de regels van onze Heer, de Gezalfte. Oftewel de enig geboren zoon. En wat hebben we daarmee gedaan? Nou, die hebben wij uh, gemarteld Tzumtote. En zo geloven wij, en niet anders. God heeft zijn enige geboren Zoon voor ons geofferd. Dat is het karakter, de rol van God. In het sprookje dat de wereld heet met jouw o oh zo fantastische bestaan. Want dat is het. Je hebt nog nooit zoiets meegemaakt als jouw eigen bestaan. En geloof me nou maar het universum ook niet. Dus jij bent uniek. Zo, hè, hè, dat is eruit. Mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin, die kwam naar mij van... Ja, we hebben het christendom heb je dus allemaal zielen. En uh, ja, maar er zijn er best wel vele. Er, er echt wel heel erg veel zielen. Er, er komen alsmaar meer zielen bij. Ja, ja. Ik zei tegen hem... Nu ga je rekenen. Maar het is die ene die de veelheid is. Dus het aantal van God is één. En de ziel van de mens is de verschijning van God in de materie. Te weten jij. Maar als jij een beetje materieel gaat lopen wezen, dan ben je geen verschijning van God. Punt. Je moet goed begrijpen, op een goede manier begrijpen, op een liefdevolle manier begrijpen, dat bezittingen je blik op de schepping, op het resultaat van de wil, van de ene, die een veelheid is. En de, hij is mijn. Snap één. En zijn schepping, daar kijk je naar. En je denkt. Wat een wonderful world. is uh, zoiets. Ga er een mooi liedje van zingen. Of. Nog beter uit iets naar je naaste toe. Iets heel bijzonders. Dat mag van alles zijn. En doe het niet voor die naaste, maar doe het voor Christus. Doe het in zijn naam. Doe het. In de naam van de Zoon van God die gestorven is voor jouw zonde aan het kruis. En die dat zelf uitzocht. Opzocht. Wilde. Dus. Christus wilde sterven voor jouw zonden aan het kruis. Dat was Zijn wil. Dat is het verhaal. En dat verhaal, dat geloof je. En je leeft eeuwig. Namelijk in het huis van onze Vader. En je bent daar. Namelijk precies waar je bent. En je kijkt ernaar. En de tijd van dat gedoe over zonden en de vergeving, die tijd is voorbij. Laat dat ook even op je insinken. Het is niet meer belangrijk dat jouw zonden je vergeven zijn. Wij malen daar niet meer om. Dat mag duidelijk zijn voor de mensheid. Het is wel erg belangrijk dat je beseft wat de waslijst is aan geouwen hoeren dat jij veroorzaakt hebt. Er is niks erger ergerder dan iemand de schulden kwijtschelden... die niet weet hoe hoog ze zijn. Dat mag toch duidelijk zijn? Als iemand zijn schuld is kwijtgescholden... en hij wist dat het ging om 5000 euro... en een ander die zijn zijn schulden kwijtgescholden... en hij wist niet eens dat het ging om 5000 euro... Oh, het was zoveel. Ik dacht dat het ging om uh, een paar tientjes. Oh, oh. Oh, er is weer heel veel uh, kwijtgescholden, zeg. Oh, oh, dat ook. Ja, nee, oh, oh, dat ook. Oh, zit er dus zo? Ja, kop eraf. Stomme Christen. God stuurde zijn zoon om voor onze ogen te sterven aan het kruis. En daarmee waren onze zonden naar God vergeven. Hier moet je over nadenken. Geloof je dat? Geloof jij? Dat de ene, die een veelheid is, zijn wezen, zijn essentie heeft gematerialiseerd, en dat wij God aan het kruis hebben genageld? en gewacht hebben tot hij zou sterven. Is dat gebeurd? Geloof je dat? En er zijn mensen die zeggen, ja, maar Josephus, dat was een geschiedschrijver... en die vertelde dat in die dagen dat er heel veel mensen waren... en die noemden zichzelf Jezus, hoor. De twijfel is heel groot. Het punt is dat degenen die twijfelen, die snappen het niet. Het is een afspraak onder de gelovigen. Het is de vervulling van het oude convenant. Ik spreek er geen Vlaams of zo. Al die bijbelcriticus. Jo, Uriel... Jongen, houd erop. Schande over ons, hoor. Dat wij het niet begrepen hebben. En dat we zo lichtvoetig denken... Over het feit, het feit dat er een Bijbel is. Het woord Bijbel betekent bibliotheek. Dus als iemand zegt, ja, de Bijbel is maar een boek, En uh, ik, ik ken ook wel een boek, hoor. Dat is van uh, Pari Hotter, hè? En uh, dat is die schrijver of schrijfster. Was, dat weet ik ook niet. Dat was transgender, denk ik, hè. Dat is Pari Hotter, man. En uh, nou, Perry Hotter was echt, uh, nou, was een heel goed boek, hoor. Dat was uh, Perrie, uh, Maar dan uh, Hot, uh, Pari Hotter, ja. Ja, Pari Hotter, echt ontzettend oh, oh, goed. Uh, Zitten goed in elkaar ook, hè. Ik uh, dat boek heb ik gelezen. Ja, maar dat is een boek. En de Bijbel is een bibliotheek. Dat zich laat lezen als een boek. En het schreeuwt om deel 2. Hoe kan de mensheid hier nou wat mee? Want het is een groot probleem als de mensheid de Bijbel terzijde schuift als idioterie. En we gaan op basis van. kennis van wat? We kennen Immanuel Kant niet eens. We, we kennen. De, noemen ze een Nederlandse logicus. Brouwer. Die kennen we ook niet. Heymans uit Groningen. Kennen we ook niet. Ja, we kennen gewoon helemaal lekker niks. En dan gaan we even verzinnen hoe we het beter gaan doen... ...dat die onzin die in de Bijbel staat. Maar waar zijn we mee bezig? Ja, heerlijk. Het is wel lekker hoor, om zo'n donderprik te houden. Dat geeft wel een goed gevoel. Ik snap ook wel dat die... Uh, ...bij die protestanten, dat die dan... ...als je zo'n begrafenis had, dan dacht je van... ...ha, dan ga ik weer even lekker aan de slag. Want het is alleen de waarheid. Zo is het. Het is niet anders. En dan doen we eerlijk. Lees je Bijbel met vreugde. Serieus. Ik garandeer je, bij het lezen van de Bijbel mag je bijvoorbeeld blauwe kaas met rode port. Waarom niet? Het is veganistisch. Je mag de Bijbel lezen in de open natuur. Ja, lekker frisse lucht. Je kan de Bijbel lezen met vrienden. En dat mogen van verschillende seksen zijn... Je kan ook zeggen, ik lees de Bijbel en dan volg ik. Uh... Ja, je hebt zo'n zo studie, King James. Met elke dag twee teksten. Dat kan je doen. Dat is een jaar lang en dan ken je hem wel. Wat je ook kan doen is dat je de Bijbel stomweg een keertje, als je toch aan het kletsen bent, dat je hem een keer open doet. En dat je een stukje leest. Het is van ons. Het is ons boek. Het boek. Qua verkoopproduct. Het is een bibliotheek. Het is een handzame bibliotheek. Je hebt in één hand een hele bibliotheek. En welk boek willen we wat uit? Het boek Samenwel? Bijvoorbeeld? Wat zo'n mooi verhaal over hoe het ook alweer was. Met koningen. Uh, hoe the... de... Wil er nou een koning? Alleen een stelletje verdwaasde idioten. Die willen een koning om zich aan vast te klampen. Ja, dan krijg je die onzin. God, maar denken van ja, ja maar ja ik heb alles geschapen, ik ben jullie koning, ik ben jullie koning. Dat is God, hè? Ik heb mijn zoon geofferd. En jullie, je loopt naar de Neukende Verenigde Naties toe. Voor heil. Er is maar één heil en dat komt van God. Want voor de rest ga jij echt ongelooflijk echt, klapotten dood. In de zin van een klap. Met vuurwerk. En dat we allemaal uh, een piefafpoefeest gaan houden, want jij bent dood. En vergeet de alcohol niet. Ik, ik praat geen Frans. Het is ook om jou te inspireren. Met hoe ongelooflijk grof in je mond jij mag zijn bij de eerstvolgende verjaardag. Die je toch al niet te harder vond. Heb een keertje fun. Ten koste van anderen. We hebben ook een keertje gein hierboven. Mensen helemaal verrot... Uh, lullen. Uh, met de waarheid. Lekker mannelijk zijn. Dus vooral al diegenen onder jullie. Hè? Met zo'n zedige jurk. Hè? En dat is je pepermunt... Uh... Uh, een Venter die naast mij in de kerk bij ja, gewoon lekker helemaal aangekleed en dan ram die waarheid erin bij de eerstvolgende verjaardag. En had al die sukkels van die kerels, want daar heb ik het veel te weinig over, hoe ongelooflijk sukkelig die mannen zijn. Ik had het met de zeur over die vrouwen. Dat is ongelooflijk niet goed voor mij, maar zie dat maar als een goed proces. Dat ik die mannen niet langer zie als concurrenten... ...maar als... Uh... Ja, hoe dan eigenlijk? En mensen. Hey, ik ben echt een mensenliefhebber. Hoor. Daarom doe ik ook deze donderpreek. Ik vind mensen ontzettend leuk... Veel leuker dan dieren. En kristallen. Daar heb ik ook wat mee. En planten. Dat is allemaal leven. Ook kristallen. Ook atomen, by the way. Het allemaal een ordening uit chaos. En dat is best wel grappig. Hè? Met, dat, de, de vraag is onder de mensen van: goh, waar komt deze orde toch vandaan? Huh? Want er is een orde. Iedereen kan die zien. Er zijn maar vijf soorten van leven: namelijk atomen, kristallen, planten, dieren en mensen zijn er vijf. Weet jij er nog één? Bosonen, die leven niet. Muonen en zo, dat leeft allemaal niet. Want dat wordt waargenomen in een fractie van een nanoseconde. Echt heel weinig tijd. Dan zijn ze er heel even. Oh, het is er wel. Ja, dat was er heel even. Maar kijk je naar duurzame ordening uit chaos. Dan kom je als eerste bij de atomen. En daarvan zijn er 119. En daarvan is toch zeker uh, 30% rete instabiel. In de zin dat het valt uit elkaar. Dus het is niet duurzaam. En kijk je naar de duurzame atomen, hou je er over een stuk of 60, huh? 80? En daarvan de belangrijke. En Dat zijn er vier. Dus er zijn vier atomen. En die zijn belangrijk voor en die zijn duurzaam belangrijk. En dat is koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof. Oftewel C, O H N. Koolstof, carbon. Zuurstof, oxygen, O. Waterstof, hydrogen. Hydros, water. Waterstof, H. Ha. <tie> geintje. <tie> Serieus, een belangrijk geintje: de ha, Hydrogen. En stikstof. Dat is Nico, dat is de N. C-O-H-N. Dat reminiseert aan die Joodse achternaam. Cohen. En dat is toeval. Dat is namelijk uh, heel waarschijnlijk. Uh, zoiets gebeurt de, God de ganze tijd. Dus dat is geen enkel uh, bijzonderheid van het Joodse volk dat ze een achternaam hebben die heel belangrijk is. En dat is Cohen. En dat is dan toevallig ook de vier essentiële elementen van het periodiek systeem: de elementen. Dit is, uh, dit had, dat had ieder volkje kunnen gebeuren. Dat had ook de Eritreërs kunnen overkomen, of de, 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 de Timboekstanen, of de Indonesiërs. Dat had iedereen kunnen overkomen. Oh, Japanners. Ja, een Japans volkje. want een klein Japans volkje in het zuiden van Japan. En, en die, hadden precies, die hadden dat ook. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is heel toevallig. Ja, ik, kan er niks, ik kan er niks aan doen. Het is echt zo. Koolstof, zuurstof, stikstof en waterstof. Eh... Uh, Waterstof en stikstof. Ja, precies. Hè. Het is wel een beetje vals spelen. Een beetje gehuzzeld met die letters. Een anagram is het dan. Maar dat telt dan nog steeds. Een anagram is ook. Oh, je hebt natuurlijk. Uh... Koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof. Kan je ook dan doen. En. Ik lig niet als ik zeg dat dit. De basis is van DNA. In DNA zit geen chloor, of barium, of kalium. Nee. En denk maar na over uh, alles wat je ziet om je heen. Het zijn die vier basiselementen: koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof. Maar is, het? maar is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Kom je erbij? Waarom zou je erover klagen? Dat is hoe het is. Dat zijn de vier elementen. En er zijn er mensen, en die gaan dan nu naar die vier elementen kijken. en die zeggen dan: Oh, nee, maar zo is het. Hè. En dan: Oh, dat zijn de vier elementen. En, dan, oh. en wat ze dan gaan doen. Is dan maken zij zich een beeld van iets boven deze aarde, onder deze aarde, kortom het tweede gebod van Mozes. Dan maken zij zich een beeld en dan denken ze, ja, die vier elementen, dat, dat is het dus. Maar dat is niet waar. Want je hebt die andere elementen ook nog nodig. Zoals fosfor bijvoorbeeld, en kalium, en natrium, en chloor. Ik besta voor een behoorlijk deel uit chloor. Ja. Dat is vreemd. En jij ook. En jij zit ook vol met chloor. En fosfor. Daar zit in je botten. En calcium. Dus. Dat is de eerste ordening. Dat is de, het eerste levensgebeuren. En dat kan je bestuderen. En daar kan je getalsmatigheden in zien. En ga je daar niet te veel bij voorstellen. Want je kan je dan... Als je die getalsmatigheden dan doorziet... Probeer je dan voor te stellen wat hetgene is dat die orde veroorzaakt? Want met die atomen houdt het niet op. Na de atomen krijgen de kristallen. En waar komen die dan weer vandaan? En dan gaan die kristallen op een bepaalde manier in elkaar zitten. En het mooie is dat je aan een kristal kan zien, zien met je eigen ogen zonder microscoop, hoe de vorm is van de moleculen of atomen of hoe je het maar wil zien. Daar zitten hoeken in. Dus door de kristallen kunnen wij zien wat de vorm is van de atomen. En nu moet jij er ook over gaan nadenken hoe wij als mens in staat zijn om te zien hoe de structuur is van atomen op basis van kristallen, dat wij dus in zo bliep, een model kunnen maken. En aan de hand van een model. weten wij dan. hoe die atomen eruit zien. en hoe die afstanden zijn. En dat blijkt dan ook te kloppen. Hahaha. Hahaha. Ha, ha, ha. Dus de werkelijkheid is betrouwbaar. Ja, is akelig betrouwbaar. Nou, en dan krijgen de planten. Meer. Dat is mooi hoor. Ik had twee knoflooktenen in een pot gedaan. Want ik ben een kweekkamer begonnen. En dat kan ik iedereen adviseren. Dat kost geen donder. Voor al die mensen die uh, lege kamers hebben... Zet er een, maak er een kweekkamer van... Je praat over elektraverbruik aan 10 à 20 euro, 30 euro in de maand. Vergelijk dat met de kosten van je mobiele telefoonabonnement of je tv of je internet of je wat dan ook. Je, je, je tv bijvoorbeeld, Als je, je doet je tv uit, dan stop je mee. Je doet basic internet, alleen maar internet. Thuis, geen tv, geen radio, helemaal niks. Even kijken wat je bespaart. Nou, en daarvan kan jij ledlampen kopen. En die hang je op in die lege kamer. En daaronder eh, staan de potjes. En dan gaan we water geven elke dag. En dan gaan we wat zinvols doen met ons belullige bestaan hier. En een beetje respect hebben voor het groeiende. En kijken wat leven is. En dan ben ik nog maar aan de planten. En begrijp jij de plant, hoe die werkt? Hoe een plant zijn hele aard in een onbeduidend zaadje, onder een millimeter vochtige chaosgrond, hoe die, die chaos van die grond omzet in een Omhooggaand ding. en hoe er al chlorofiel is. voordat. de lood. zonlicht krijgt. Snap je deze? Dit is echt waar. Ik heb een knoflook. Ik heb twee knoflooktenen in de grond gestopt. En dat was van die lullige knoflook, die kost, geen, uh, een, ja, dat kost een habbekrats, op z'n bij de Turk. Of de Iraniër, of de uh, een of andere buurlander. En dat zijn dan van die goedkope knoflookjes. En die zijn al half aan het uitkomen. Die kan je nog prima gebruiken, by the way. Dus helemaal geen... Uh, ja, het is anders dan superverse knoflooken. Maar dat maakt niet uit. En twee van die tenen in de grond gestopt. Nou, in die ene pot kwam een groen dingetje boven de grond uit. En die is nu meer dan tien centimeter hoog. En die andere, die had ik afgeschreven. En mijn dochter was hier. En ik zei tegen haar: Ja, die pot is, uh, ja, daar zit die ene teen in. Uh, daar kunnen we opnieuw in gaan zaaien. Want uh, schimmelrot of whatever. Dat ding is weg. En wat bleek? Nee. Hij was al met een groen puntje bezig. Maar dat zat onder de grond nog. Het was een langzame. Zo'n plant begint al chlorofiel aan te maken voordat er licht is. Laat deze even bij je binnenkomen. En als jij me niet gelooft. Dan ga jij morgen een knoflookteen. En dan ga je, ga je het ook doen. En ga maar controleren. En je vindt een knoflookteen. En die begint met chlorofiel aan te maken. Voordat er licht is. Het gaat tot de warmte af. Namelijk. Dat is heel bijzonder. En in die verwondering dienen wij. Uh, hoe moet je dat nou zeggen? Uh, overweldigd te zijn. Want hoe dat werkt, zo werkt het ook in het dierenrijk. En zo werkt het ook in het mensenrijk. En bij de mens is een heel nieuw ding gekomen en dat is het woord. Dat onderscheidt ons van de rest. En dieren kunnen niet praten. Zij kunnen signalen uiten. En dan heb je het gehad. Dieren kunnen wel. voelen. En weten wat je begrijpt. Wat, wat jij bedoelt. Je, je kan één zijn met een dier. Dat kan. Met fretjes ratjes katten met honden en ze hebben het woord niet en jij als mens wel in spreuken 15 vers 1 ik ga afsluiten hoor het slaat ook mooi af bij deze donderpreek. Spreuken 15 vers 1 zegt... Een zachtmoedig woord vermindert wrok. En een kwetsend woord vermeerdert grimmigheid. Dat is zo waar. Dus als je kwetst, dan moet je... Heel goed weten wat je doet. Dus dank jullie wel dat ik jullie heb mogen donderpreken. En niet gekwetst, by the way. Want daar blijf ik vanaf. Waar het om gaat bij de donderpreken is dat jij de grootste vrijheid krijgt. Om, verdommes, eindelijk een keertje aan het werk te gaan. <laughs> ja, nastrof, ja, toch? Het is vrijdag voor mij. Tenminste, morgen heb ik vrij. Tjus en tot de volgende keer.